Vandaag zoek ik het iets hoger op, want ik ben op de 14e verdieping in de Rotterdam Science Tower. En hier ben ik bij UC Groep. Zij zijn gespecialiseerd in interim en consulting in de wereld van productie en supply chain. En ik ga nu horen hoe ze dat precies doen. Harry, hoe helpen jullie bedrijven nou precies? Nou, wij gaan graag bij bedrijven naar binnen toe met wat wij noemen zogenaamde pop-up teams. Dat is een team met meerdere professionals in één team, met meerdere professionaliteiten. Waardoor we problemen die klanten hebben, of vraagstukken die klanten hebben, daadwerkelijk aan het werken kunnen krijgen. Dus strategische vraagstukken werkend krijgen bij een organisatie. En hoe krijg je die dan werkend? Door die pop-up teams met meerdere disciplines binnen één bedrijf. En dat kan zijn verandervraagstukken, dat kan zijn blockchain, dat kan zijn data, dat kan van alles nog wat zijn. Maar dat integraal te benaderen en dat operationeel te krijgen. De professionals die baseren hun adviezen op een jarenlange ervaring. Ze hebben een verschillende achtergrond, maar hebben ook al jarenlang advies gegeven bij verschillende bedrijven, bij verschillende klanten. Waardoor ze onze klanten natuurlijk met raad en daad terzijde kunnen staan. We hebben een Youcademy ook, waarin we partners verschillende trainingen aanbieden en workshops. En dan kijken we echt naar wat is er nodig, zeker met de nieuwe ontwikkelingen van deze tijd. Zodat we bijblijven op het gebied van IoT, big data, robots. Nou, we zorgen ervoor dat onze partners daar kennis van kunnen opdoen en eventueel nodig en wenselijk ook nog verder kunnen specialiseren door ze advies te geven over eventueel externe opleidingen of training. Sorry dat ik heel even stoor, maar waar zijn jullie nu precies mee bezig? Nou, we zijn het Supply Chain Management Assessment aan het bespreken. En dat is een compleet nieuw assessment, bestaand uit twee onderdelen. Het gaat een stuk over leiderschap en het gaat een stuk over het vak van Supply Chain Management van de toekomst. Ja, en bij het vakmanschap hebben we bijvoorbeeld gekeken van is iemand op de hoogte van supply chain technologie, maar vooral gekeken van is iemand bijvoorbeeld een klassiek manager of is iemand een modern manager en denkt hij nou over nieuwe technologieën, robots, cobots, big data, etc. Kan hij over grenzen heen denken, kan hij in de keten denken, dus met voornamelijk inhoud, maar ook klassiek versus modern. Mijn gouden tip is, start met innovatie vandaag. The future starts now, you see?